Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met het Wereldse Gebeurtenis filmpje deel 16. Ik ga vandaag met jullie even hebben over de stand van zaken. Hoe gaat het eigenlijk nu in de wereld? En wanneer hebben we die EHBO-doos nodig? Nou, straks. Ik ga eerst met jullie nog eventjes hebben over de volle maan. We hebben nu vandaag ook nog de volle maan. En het valt heel veel mensen op dat het rond de volle maan heel vaak bewolkt is. En dat is al jaren zo. Dus dan kan je ook afvragen waarom die maan, wanneer ze zo mooi helder is, niet goed voor ons zichtbaar is. Wat zouden wij vanaf dit punt op de wereld kunnen zien, kunnen waarnemen, wat we niet mogen zien? En dan kan je denken, ja maar die wolken, daar kunnen wij toch helemaal niks aan doen dat die daar hangen? Nee, wij niet. Nee, dat klopt. Wij kunnen dat niet. Maar er zijn wel mensen die dat wel kunnen. En dat is dan belangrijk, dat je gaat verdiepen en gaat kijken. Als ik naar buiten kijk en de maan is vol, en dat gebeurt bijna elke maand, dat die maan vol is, dat is natuurlijk altijd zo. Maar het gebeurt bijna elke maand dat de wolken voor de maan zijn en wij de maan niet goed kunnen waarnemen. Een dag, twee dagen ervoor, twee dagen daarna wel weer. Dan heb ik ook nog mensen die zeggen van ja, maar dan is de volle maan geweest en twee dagen daarna zie ik hem niet meer. Nou, dat heeft met de stand van de aarde en de maan tegenover de zon te maken. Dus hij blijft er wel. Hij is alleen op andere tijdstippen te zien. Dus dan kan je de maan ook overdag zien. Wat is er dan op die maan? Nou, die maan is er niet voor niks. Sommigen van jullie denken dat het een satelliet is, dat die hol is. Anderen denken dat die helemaal niet bestaat. Hoe het ook went of keert, hij is er wel. Want wij zien hem wel. Alleen, hij wordt anders gebruikt dan wij denken. Want het is toch van de zotte dat bijna 50 jaar terug, of het is al 50 jaar terug, mensen op de maan zouden zijn geweest en wij nu nog steeds niet een busverbinding met de maan hebben. Dat zou eigenlijk moeten gebeuren. En dat is niet gebeurd. Dus wat is het dan dat wij zulke vooruitstrevende technologie hadden en we er niks mee gedaan hebben? We hebben geleerd om met mes en vork te eten en we gaan alsnog met onze handen eten. Nou, dat. Eigenlijk noem ik het altijd, je hebt leren lopen en dan besluit je om weer te gaan kruipen. Dat is niet de bedoeling. Toch? Wij leren om vooruit te komen. Dus wij gaan naar de maan en we gaan er niet weer naartoe. Dat klopt niet. Dat is niet handig. Maar wat is er dan wel gebeurd dat de astronauten naar de maan gingen? En nog een keer, en nog een keer, een paar keer. En dat op een gegeven moment dat stopte. Het zou zomaar kunnen zijn dat ze op de maan kwamen en daar niet welkom waren, omdat daar al ruimtestations waren. Heel simpel. U bent hier niet welkom. Ga maar terug naar waar u kwam. Dus de maan heeft een hele grote invloed op ons. Heeft invloed op de aarde. Met eb en vloed. Maar ook in ons menselijk lichaam. Wij zijn wat sneller heet gebakerd. De energie is heftiger met volle maan. Dus al dat soort emotionele gevolgen gebeuren er ook met de maan. Let er maar eens op. Met de volle maan dan is het heel vaak bewolkt. En nou zei ik dat dat gemaakt werd. Hè? Je kan even opzoeken wat chemtrails zijn. Chemische vegen. Hè? Chem. C-H-E-M. En je kan even opzoeken wat het HAARP-systeem is. Het H-A-A-R-P-systeem. Als je dat invoert, dan vind je nog wel wat. Er is ook heel veel verdwenen. Nou, van het HAARP-systeem is al bevestiging gekomen van defensie uit diverse landen dat door middel van die apparatuur het weer beïnvloed kan worden waar ook ter wereld. Dat geeft dus ook te denken
Als er dan zoveel droogte in Ethiopië is of een ander Afrikaans land, waarom laten ze het daar niet even regenen? Want dat is handiger dan een miljoenen aan hulpmiddelen naartoe te brengen. Ja, maar misschien is dat wel een hele lucratieve business om daar die miljoenen met hulpgoederen naartoe te brengen. Want wij zijn toch immers maar gepeupel. Wij zijn economische factoren die gewoon hun werk moeten doen. Hebben ze geen economische factor meer, dan zijn ze afgeschreven. Aldus de Illuminati. Dus Afrika, dat is gewoon heel handig. Dat moet je gewoon een beetje warm houden. En dat moet je gewoon even, daar kan je zo. Je kan er heel veel kinderen vinden. En je kan er heel veel hulpgoederen naartoe brengen. En daar kan je dus heel veel geld aan verdienen. Dat is helemaal niet handig dat je het daar laat regenen en dat het continent gaat floreren. Moet je niet doen. Daar is nog veel te veel handel te drijven. Zo werkt het, jongens. Dus op het moment dat men dat HAARP-systeem aanzet, en daar zijn wel wat moeilijkheden mee, omdat dat heel veel geld kost. En Amerika gewoon failliet is, en het komt uit Amerika vandaan. Het HAARP-systeem maakt verbinding met zonnecollectoren, met gsm-antennes, met Dwingelo. Dat is op een gegeven moment een hele nieuwe vlakte met radiografische apparatuur gekomen. Nou, als ze die elektronica, die antennes, kunnen ze verbinden en dan kunnen ze het weer gewoon maken. Als zij graag willen dat wij een periode met mooi weer hebben of juist heel veel regen, dan kunnen ze dat maken. Alleen Moeder Aarde regeert ook nog. En dit systeem is al best wel tientallen jaren oud. En Moeder Aarde reageert op wat zij hebben gedaan met de beïnvloeding van het weer. Ze krijgen nu de reactie erop en dat noemen ze klimaat. Dat noemen ze de klimaatbeheersing. Nou, het is het CO2-schandaal. Daar ga ik ook nog eens een filmpje over maken. En dan zullen mensen mij niet in dank afnemen. Daar kan ik nu ook wel wat over vertellen. Want het heeft allemaal met elkaar te maken. Het weer wil men heel graag laten beïnvloeden. Soms wil men even niet dat wij in dat laagje van de aarde gaan kijken wat boven ons hangt. Letterlijk. Dus soms is het ook wel heel frappant dat het een prachtige blauwe dag is. Wij bepaalde geluiden horen. Alles dichttrekt. Je ziet het helemaal dichttrekken. Was ook niet voorspeld. En dan plotseling hoor je boven de wolken allemaal vliegtuigen. Straaljagers. Dat is toch wel heel raar. Nou ja, als dat één keer gebeurt, dan kan ik gek zijn. Maar in de afgelopen 10 jaar dat we hier wonen, is dat meerdere keren gebeurd dat. Per jaar. Dat zijn nadenkertjes. Wat willen ze ons niet tonen wat daar boven die wolken gebeurt? En dat kan je ook bedenken. Wat willen ze ons niet laten zien wat er vanuit de ruimte te zien is? Nou, daar kan je heel mooi zo'n wolkendek voor gebruiken. Wat zal ik over het klimaat zeggen? Daar ga ik nog wel eens een filmpje over maken. Het is een nadenkertje. In een elektrische auto, die heel goed zou zijn voor het milieu, moet je even bedenken dat die stekker in jouw stopcontact gaat. Je krijgt stroom vanuit je huis om jouw auto op te laden. En dan kan je bij jouw energieleverancier zien wat voor soort stroom er werkelijk gebruikt is. En nou kan jij zeggen, ja, maar ik heb groene stroom. Dat is mooi, gaan we het zo over hebben. Maar die stroomvoorziening, die komt uit verschillende hoeken. Door bruinkool, door kernafval, door kernfusie, door groen, de windmolens.
Of je moet heel veel zonnepanelen op je dak hebben. Kan ook. Maar dan kan je al afvragen of het echt wel schoner is. Dan gaan we naar de accu. Die accu gaat maar een bepaald aantal jaren mee. En die accu die moet daarna wel verwerkt worden. Dat is al een nadenkertje, want het is gewoon puur chemisch afval. Alleen die accu moest ook gemaakt worden. En daar zit het grootste probleem. In de kobaltmijnen waar de kleine kindertjes werken. Daar zijn allemaal bewijzen van. Kan je allemaal opzoeken op het internet. Hoe graag rij jij dan nog in een elektrische auto? In de kluizen van de Shell, van de Tesla, overal ligt gewoon al de hele mooie oplossing. Alleen economisch is het nog te lucratief om het op deze manier te doen. Maar we zouden gewoon op water kunnen rijden. En waarom dat niet gedaan wordt, is puur dat het nog niet een groot verdienmodel heeft. Daarom. Als je dan kijkt naar windenergie, stel je voor jij hebt gekozen om windenergie af te nemen. Dan moet je je ook afvragen, dan heb je zo'n windturbine, prachtige grote bladen, zo groot als een vliegtuigvleugel. En die staat op een hele grote pilaar en die pilaar staat in een grote voet. Dat is toch wel bijzonder. Hoe zijn die materialen gemaakt? Want daar spreekt men niet over. Door die grondstoffen is al zoveel CO2 vrijgekomen, is er dus al als het ware schade gemaakt, dat dat nooit goed gemaakt kan worden met wat het oplevert. En dan ga je hem ook nog voor een elektrische auto gebruiken. Daar verdienen mensen dus heel veel geld aan. En jij denkt dat jij het voor het milieu doet. Mijn dieselauto is inderdaad ook niet goed voor het milieu. Mijn fiets is beter voor het milieu. Maar ik woon 5 kilometer van het dichtstbijzijnde supermarkt. En ik vind het dus ook heel fijn om in mijn auto even boodschappen te doen. Ik ben ook een verwend kreng. Ja, dat zijn wij gewoon. Hier op de aarde, in dit stukje van de aarde, op dit stukje van de aarde. We zijn verwend. Maar het is goed om na te denken. Het weer wordt gemaakt. Waarom zijn we niet naar de maan geweest? Dat is heel, heel raar. Waarom komen al die mooie plannen die van Tesla afkomstig zijn, niet het automerk Tesla, maar de uitvinder Tesla, die heeft dat allemaal al klaar. Dat wij op een hele andere manier betere energie kunnen hebben. En dat heeft met het verdienmodel te maken. Daar kan je wel eens even over nadenken. Dus, we hebben volle maan vandaag. Het is onrustig. De komende dagen zal het ook nog onrustig blijven. En ik zou het nog even hebben over wat er gebeurt dan met die blackout. Nou, ik heb net een filmpje van General Flint gezien. Die heeft het over 4 dagen vanaf gisteren. En er is vorige week ook nog een filmpje geweest met de Matrix. Allemaal die codes. Daar staat een achterdeurtje in. En als je dat achterdeurtje ziet, dan denk je, nou, wat is dit nou? MyPillow. Een reclame van MyPillow. Wat heeft dat er nou mee te maken? Maar alles is met reden. Dus dan ga je afvragen, wat voor reden heeft dat? Hé, wat zie ik nog in dat schermpje waar ik op moet letten? Wat is er nu nog meer? En toen vond mijn man een klokje. En die liep af. En die loopt over 3 dagen dus af. Wij zijn gewoon heel benieuwd. En jij hoeft nergens over in te zitten als er wat gebeurt. Want jij bent voorbereid. Je hebt je boodschappen in huis. Je HBO-trommel. Vuur. Zei iemand nog? Vuur. Lucifers. En het schijnt dus dat vaccinelichtjes op dit moment heel moeilijk te krijgen zijn. Nou, dat zijn van die tekenen dat er best wel wat aan de hand is. Dat niet alles automatisch meer zo loopt zoals het zou moeten gaan. Zoals wij dat gewend zijn. Zoals wij als verwende mensen gewend zijn om naar een bepaalde winkel te gaan en gewoon in te laden zonder dat het heel veel kost.
Maar ook bij de supermarkten zijn die vaccinelichtjes nu heel moeizaam te krijgen. Dus kan je vaccinelichtjes kopen, net als wc-papier, koop ze. Dus, nou, dat is gewoon even over 3 dagen. Dan gaan we bedenken van, goh, oké. Wij gaan kijken wat het gaat worden. 29, 30, 31. Weer in het weekend. We wachten het af. General Flynn zegt tussen nu en 30 dagen staan er wel wat dingen op plan. Hij kan natuurlijk niet alles vertellen. Maar wij merken zelf wel dat er heel veel in de wereld aan de hand is. Daar hoeven wij bijna niet eens een General Flynn voor te hebben. Want je ziet het, je merkt het aan de energie dat het heftig is. Hou je rustig. Ik zal straks ook nog een aantal filmpjes maken met kleine oefeningen om die balans weer te herstellen. Nou, en voor nu wens ik je een mooie dag. Abonneer je even op mijn YouTube kanaal. Abonneer je even op mijn Telegram kanaal. En vind deze video leuk of niet leuk. Jij mag kiezen. Wat fijn, hè? Dat we keuze hebben. Dag lieve mensen.